Hoe zie je het in de sokken? ja, hoe zie je het in de sokken? Losjes. Gebruikt. Ja, wie net helemaal top. Maar ja, met name zo vlak voor de wedstrijd. Dat verteld wordt. Daar ben je net vrolijk van. Maar ja, je had er maar mee te dealen. En dan doe je ze gewoon aan. Het voetbal wordt er net woest van. Nee, maar wel. Twee foutjes. Daar speel je hem gelijk. Ja, dat denk ik. Ik denk dat door zij twee. Ik denk dat uiteindelijk drie fouten uiteindelijk binnen. Die we meidje werd of zij een goal meidje. Ik denk dat zij zelf eigenlijk net zo volle creëren. Maar puur terug onze fouten. Ja, dat er de goal ziet komen. En dat is zonde. Dat je meidje er zelf ik draaien. Ja, als je die fouten net meidje, dan win je gewoon 0 draaien. Dat zou lekker wezen. Er was nu 90 minuten voetballen. Wie had een fysieke aanslag? Ja, wie wil een fysieke aanslag? Wij trainen ik het door de wieken heen. En dan kom je op veld, wie topveldje, topkunstjesveld. Maar het wie zwier. Prutter, Rijn, Wetter, bloot in de squon zitten. Dertroge, ja, wordt het zwier om in de Wetter in. En het wie een hele wedstrijd, dus ik kom op een gegeven moment op en del. Nou ja, dan wordt het op een gegeven moment, is het zeker zwier. Ja, het is een horloge om hier eerst en wie is er boven het 10 kilometer kwam, denk ik. Dat tik ik goed wel, ja. Dat is op en del aan die rugterkant, dat tikt aardig aan, ja. Ik had het tegen al aan de trainer vragen, maar wat is de stemming in de kleedkamer uit deze puntverdeling? Ja, aan de ene kant ben we natuurlijk tevreden met dat we drie keer terugkomen en drie goede goals, meidje. Ja, maar aan de andere kant, wat krijg ik al aan, joeg? Je maakt jezelf, ik drie fouten. Gemengd, denk ik. Uiteindelijk wordt teleurstellend dat we die fouten, meidje, en dat we hier net met de drie punten voetgaan. Het kampioenschap is nou wel versijn. Je hebt toch eigenlijk net met mij. Je hebt geen vol van de na-competitie. Hoe zit het zelf in? Nou, ik krijg zoals het ook zei. We kennen van al die dingen gebeuren in het kampioenschap. Maar dat is net waar we ons op focussen. Je moet er volgens mij, we hebben een heel mooi toetje achterhoud bij de periode. Volgens mij moet je ervoor zorgen dat je in zo goed mogelijke flow naar de tak komt. Zodat je beste voetbal speelt wat je kent. Uitmien Holle bent volgens mij 4 wedstrijden die je dan moet spelen. Als je alles winnen en teruggeert. Nou ja, daar moet je op voorgaan bereiden. Zorg je dat je fit bent met Sinan. En in een goede flow eraan komen. Want wat doe van doodbloos bij Harkmaarse boys. Wat was zo de les van hier? Ja, het les waren de visievoetballen natuurlijk, zo heug mogelijk. Dat is altijd mijn insteek West. Daarom win ik hier bij de boys. Dat is het mooiste wat er is op hoog niveau voetballen. En men je maar één vrij? Men je maar één vrij. Dankjewel. Geen probleem.